Goedemorgen, welkom bij het webinar Standaard en Streefwaarden. Vandaag zijn twee mensen hier in de zaal, Niels Hanskamp, VNG, en Katja Strimos van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En thuis op het scherm zit André Kruithof. André Kruithof is samen met Harm Valk nauw betrokken geweest bij het doorrekenen van de Standaard en Streefwaarden. Daarmee hebben ze input geleverd voor de begeleiderscommissie Standaard en Streefwaarden. Harm, kan je aangeven waarom jij het zo belangrijk vindt dat er een standaard komt voor isolatie? Harm is met vakantie. Dat is wel André, sorry. Maakt niet uit. Standaard voor de woningbouw. Wij merken dat ook in onze dagelijkse praktijk. Het is erg zoeken naar een niveau wat houvast geeft en je een richting kan geven. En de standaard is daar een goed iets voor. Hè? Dus van daaruit denk ik fijn dat die houvast gekomen is. Ja, dankjewel. Katja zal vandaag de presentatie houden. Katja is voorzitter van de begeleidingscommissie Standaard Streefwaarden. Heeft namens de BZK dit hele proces begeleid. BZK is vooral degene geweest die het proces begeleid heeft, die niemand ingehuurd heeft, TNO en alle andere partijen die betrokken zijn geweest en die ook de begeleidingscommissie heeft samengesteld. Katja, mag ik jou het woord geven? Jazeker. Nou, welkom allemaal nogmaals ook namens mij bij dit webinar. En dan gaan we denk ik door meteen naar de eerste dia. En ik ga dus wat uitleggen over de standaard voor woningisolatie. En dat wil ik aan de hand doen van een aantal blokjes. Ik begin eerst eens met de wat-vraag. Van wat is eigenlijk de standaard en wat willen we ermee bereiken? Dus waarom hebben we een standaard? Hoe is de standaard tot stand gekomen en welke, je ziet het al, standaarden zijn er al. Dus dat verklapt er al dat er niet één standaard is, maar dat er meerdere zijn. Hoe kun je tenslotte die standaard bereiken? Is de standaard verplicht? En hoe verhoudt zich de standaard tot het energielabel? En ik wilde afsluiten met wat kan of moet ik met de standaard in de wijk aanpakken? En stel vooral tussendoor rustig vragen via de chat. Dan zal ik zo goed mogelijk samen met André en Niels, die ook deel uitmaakt van de begeleidingscommissie, de vraag beantwoorden. Nou, wat willen we met die standaard bereiken? Wat is het eigenlijk, die standaard? En ik dacht dat het dan aardig was om een poolvraag te doen. Om eens even te kijken wat jullie zelf denken dat die standaard nou precies betekent. En er zijn eigenlijk vier antwoorden mogelijk. Eerste antwoord is, de standaard geeft aan wanneer een woning energie neutraal is. B, de standaard geeft aan hoeveel aardgas per vierkante meter een woning nog mag benutten. C, de standaard geeft aan hoeveel warmte per vierkante meter per jaar voor een woning nodig is. Of D, de standaard geeft de minimale isolatiewaarde van bouwdelen aan. En het is spannend, antwoord C en D die strijden om de eerste plaats. Dan gaan we even kijken. Kunnen we zien hoeveel mensen er al een antwoord hebben gegeven? Ja. Nou, ik denk dat we bijna op de 100% zitten. En ik zie dat heel veel van jullie in ieder geval weten dat inderdaad antwoord C, de standaard geeft aan hoeveel warmte per vierkante meter voor een woning nodig is. Hartstikke mooi. En dat geen nood voor degene die een ander antwoord hadden bedacht, want deze presentatie gaat antwoord geven op de vraag hoe dat zit met die energie-neutraliteit, hoe dat zit met het aardgas, en ook met de isolatiewaarde van bouwdelen. Gaan we door naar de volgende dia. Wat willen we met die standaard bereiken? Nou, dat is... ik sla een dia over. Wat is de standaard voor woningisolatie? Het is een norm die aangeeft wanneer een woning goed genoeg geïsoleerd is. En hoeveel warmte dan nog nodig is om de woning voldoende warmte te krijgen. Hè? Dus een woning verliest warmte via dak, vloer, gevel, ventilatie, kierrichting, etc. En wat die standaard dus doet, is eigenlijk een norm aangeven op het moment dat je al die onderdelen hebt aangepakt, hoeveel warmte je dan nog nodig hebt om die woning te warm te krijgen. Het is dus een norm voor de warmtebehoefte, ook wel warmtevraag, van de woning, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar. En dat lijkt natuurlijk een beetje op gas en zo, andere termen. En daarom is het dus van belang dat het hier gaat om de warmtebehoefte. Vandaar dat er bij die KHW tussen haakjes TH staat.
En de isolatiemaatregelen, dat verklapte ik ook al een beetje, die, zeg maar, die je moet nemen om de standaard te bereiken. En straks in de presentatie kunnen zien dat dat verschillende isolatiemaatregelen voor hetzelfde bouwdeel kunnen zijn. Die gaan dus niet alleen maar over dak, vloer, ramen en dergelijke, maar het gaat ook over maatregelen voor kierrichting en ventilatie. Want in een van de onderzoeken die we naar de standaard hebben laten doen, door Niemann en Heers, is gebleken dat ventilatie en kierrichting echt grote invloed heeft op die warmtevragen. Wat willen we met die standaard bereiken? Nou, uiteindelijk willen we, doordat we iedereen een handelingsperspectief geven, willen we daarmee zorgen dat er uiteindelijk aan de gebouwde omgeving minder CO2 uitstoot. Want als je isoleert en je minder warmte per woning nodig hebt, ja, dan stoot je ook minder CO2 uit. Maar vergeet dat niet, je hebt ook minder opwek nodig, minder transport, minder materialen, et cetera, voor dat transport. Dus in totaliteit, direct en indirect, heb je gewoon minder CO2 uitstoot. En wat ook van belang is, is dat door die woning te isoleren, kun je bronnen gaan verduurzamen naar andere temperatuuraanbod dan nu, hè, wat normaal is met gas 90 graden. En doordat je die woning isoleert, kun je dus ook op lagere temperaturen gaan verwarmen. En daarmee vergroot je als het ware ook de kans op het verder bereiken van die klimaatdoelen. En het is dus belangrijk om te realiseren, en dat is dat antwoord van die klimaatneutrale woning, dat het realiseren van de doelen voor de gebouwde omgeving zowel bereikt worden door het isoleren van woningen en natuurlijk ook utiliteitsbouw, maar ook door het verduurzamen van de bronnen. Dus de CO2-reductie hoeft niet alleen bereikt te worden door het isoleren van de woningen. Wat willen we met die standaard bereiken? Nou ja, als je dus minder energie nodig hebt in die gebouwde omgeving, dan ben je dus daar ook minder afhankelijk van. Dan hoef je misschien minder te importeren, je kunt je grondstoffengebruik beperken. Maar je bent ook minder kwetsbaar voor mogelijke storingen in dat energiesysteem. Maar ook je rekening wordt natuurlijk veel minder gevoelig voor stijging van tarieven. Dus dat zijn allemaal argumenten waarom we eigenlijk een standaard, wat we met die standaard willen bereiken en wat we daar dus ook mee willen beperken. Hoe is die standaard nou tot stand gekomen? We hebben toen het klimaatakkoord getekend was, hebben we eigenlijk met de partijen die aan het klimaatakkoord hebben meegewerkt, hebben gevraagd van, goh, willen jullie met ons meedenken over een standaard? Wat dan die eindnorm moet zijn? En ja, daar hebben we verschillende partijen, die hebben zich daarvoor aangemeld, die staan hier op de sheet vermeld. En daarmee zijn we dus dat proces ingegaan. En de rol van die partijen was om steeds mee te kijken naar enerzijds de opdrachten die we bij allerlei gerenommeerde bureaus hebben weggezet, maar ook vervolgens kijken naar de resultaten die eruit kwamen en dan uiteindelijk meedenken over de uitgangspunten die we dus belangrijk vonden bij het vaststellen van zo'n standaard. En wat is het proces wat we hebben doorlopen? We zijn gestart met het onderzoek naar de warmtebehoeften van een aantal maatregelpakketten. En dat heeft Niemann Raadgevend Ingenieurs gedaan. Dat eind maart 2019 zijn gestart. En wat u zich daarbij voor moet stellen, is dat we dus, dat Niemann heeft een aantal, die heeft dus gekeken van, nou, wat is er op dit moment gangbaar in de markt? Dus stel dat je naar de bouwmarkt loopt en je zou daar met die materialen gewoon doe het zelf, je huis isoleren. Of je laat het een professional doen bij bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie. Of je gaat echt naar een heel goed pakket waarbij je eigenlijk nauwelijks meer energie voor die woning nodig hebt. Dan hebben ze gekeken, stel dat we die pakketten op 16 verschillende types van woningen toepassen. Wat betekent dat dan, berekend met de NTH 8800, voor de warmtevraag? En die 16 types, dat ging natuurlijk over tussenwoningen en hoekwoningen en vrijstaande woningen en galerij en portiekwoningen. En daar is vervolgens dus naar, en dan ook nog natuurlijk die types in verschillende bouwjaarklasses. Dat onderzoek hebben ze uitgevoerd en daarnaast hebben ze in dat onderzoek ook nog een aantal gevoeligheidsanalyses gedaan. Bijvoorbeeld een gevoeligheidsanalyse op kierrichting en ventilatie en wat daar de invloed van is op die warmtevraag. Wat we vervolgens hebben gedaan is dat we Energy Go, een ander gerenommeerde partij, hebben we laten kijken naar dat onderzoek van Niemann.
van goh, die uitgangspunten die gekozen zijn, hoe zitten die in elkaar, zijn dat wel de goede uitgangspunten? We hebben TNO gevraagd om de kosten en baten van die mogelijke pakketten eens door te rekenen. En vervolgens, en dat ging er steeds van uit, en daar kom ik straks in mijn toelichting nog op, dat we met de minimale waardes hebben gerekend. Dus we hebben gezegd, stel dat je alle bouwdelen aanpakt, wat betekent dat dan voor de kosten en de baten op de energierekening? Maar we hebben ook een onderzoek laten uitvoeren van stel dat je nou naar een woning kijkt en je dan kijkt op welke wijze je het slimst naar die standaard toe kan gaan. Waardoor je niet alle bouwdelen aanpakt, maar waarbij je een aantal bouwdelen, omdat die bijvoorbeeld net zijn gedaan, ongemoeid laat en andere bouwdelen als het ware iets overisoleert om te compenseren. En dat is het zogenaamde variantenonderzoek. Vervolgens hebben ze... Er komt een vraag van Raymond binnen. Hoe houden de type woningen? Net had je het over 16 woningtypen. Hoe verhoudt zich tot de voorbeeldwoningen? Neem aan dat hij bedoelt de referentiewoningen van destijds Centenhoven. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ja, dus wat we gedaan hebben, wat we steeds gebruik van hebben gemaakt, is van het Woon 2018 onderzoek. Daar van die woningen die in de RVO-database staan, die hebben we gebruikt. Ik ga even naar André kijken of hij daar nog iets preciezer over kan zijn. André? Dat zeg je helemaal goed, Katja. We hebben inderdaad Woon-database gebruikt. Dat zijn ongeveer 5000 wooneenheden. En die zijn vervolgens gecategoriseerd in die 16 vakjes waar je het over had. En op basis van die woondatabase is dus gekeken hoe die verschillende maatregelenpakketten waar je het over had, dus de verschillende niveaus van isolatie, zich vertalen naar een bepaalde waarde van de netto warmtebehoefte. Oké, ja, dankjewel. Wat we vervolgens in dat proces hebben gedaan, was toen we bedacht hadden van nou ja, met deze uitgangspunten denken we toch dat dit zo ongeveer de standaard zou moeten zijn. Maar ook, en ook de inzichten in de kosten en baten hebben een aantal botsproeven georganiseerd voor zowel de uitvoerders als de gemeente, ook nog de woningcorporaties. En hebben we eigenlijk gekeken van, oké, stel dat dit nou de standaard zou zijn, en dit is de systematiek van de standaard, wat vinden jullie daar dan van? En die botsproeven hebben ertoe geleid dat er een aanscherping heeft plaatsgevonden van de standaard. En daar kom ik dan zo over te spreken. Vervolgens is er op basis van het hele proces, is er een advies gekomen van de begeleidingscommissie aan de minister van BZK. En ik noem het altijd maar de uitkomst van een proces. Want in dat advies hebben partijen ook de gelegenheid gehad om kenbaar te maken waar ze zich wel helemaal in de standaard konden vinden en waar niet. Merendeel van de partijen kon zich uiteindelijk in de standaard vinden, maar een paar partijen die hadden bijvoorbeeld of zorg dat de standaard niet streng genoeg was om de CO2-reductie te bewerkstelligen. En een enkele andere partij die was natuurlijk bang dat het te veel zou gaan kosten. Maar het merendeel van de leden van de begeleidingscommissie konden zich in deze uitkomst vinden. Vervolgens is de standaard vastgesteld door het ministerie van BZK. En dat beleidsvoornemen heeft onze minister kenbaar gemaakt aan de Kamer in maart 2021. En ik heb de link naar de Kamerbrief, waarbij u ook alle onderliggende rapporten kunt vinden, in de sheet eronder gezet. Mag ik een vraag stellen over die Kamerbrief? Want toen net kwam een vraag in de chat over die Kamerbrief. Daar werd aangegeven in de chat dat het niet duidelijk is wat nu de standaard is. Wordt die verplicht of niet verplicht? Wat is nu precies de bedoeling met standaard? Ja. Nou, ook daar heb ik straks in mijn presentatie nog een sheet op. Maar om het alvast even aan te geven. De minister heeft besloten om de gesprekken over verplichtingen. Het klimaatakkoord staat dat die verplicht wordt voor verhuurders. Maar de minister heeft gezegd, dat laat ik allemaal over aan een volgend kabinet. Dus op dit moment is de standaard niet verplicht. Behoudens de afspraak in het klimaatakkoord voor verhuur. Waarbij gewoon is afgesproken, maar nog niet in wetgeving is vastgelegd dat die voor verhuur verplicht is. Dus dat moet nog allemaal uitgewerkt worden. Maar ik kom daar dadelijk ook nog even over te spreken. Welke standaarden zijn er? Nou, er zijn er dus 4. En dat had er dus mee te maken dat we dus gestart zijn met 16 woningtypes te onderzoeken. En doordat we de standaard afhankelijk hebben gemaakt van de compactheid van de woning. En ik zal zo uitleggen wat dat is, hebben we dat kunnen reduceren eigenlijk tot 4 standaarden.
En daarbij hebben we dus steeds onderscheid gemaakt, enerzijds tussen eengezinswoningen en meergezinswoningen, en anderzijds tot woningen gebouwd tot en met 1945 en woningen gebouwd na 1945. En ik zag ook in de vraag een vraag over gebruiksoppervlak en bruto vloeroppervlak. Ik weet niet, André, jij hebt vast ook mee kunnen lezen. Dat is denk ik een vraag voor jou. Ja, wat je ziet, een netto warmtebehoefte, dat is in feite het resultaat. En dat is een resultaat dat volgt uit een berekening volgens de NTA 8800. En dat is dezelfde methode die ook gebruikt wordt voor het energielabel. En daarin zie je dus inderdaad dat het gebruiksoppervlakte gebruikt wordt om die vierkante meters te bepalen, niet de bruto vloeroppervlakte. En op het moment dat je een energielabelberekening maakt, dan volgt daar ook direct de nette warmtebehoefte uit, waar de standaard aan gekoppeld is. Ja, oké. Ik zal even uitleggen waarom we dus inderdaad dat onderscheid hebben gemaakt tussen tot en met 1945 en daarna, maar ook die eensgezins- en die meergezinswoningen. Maar die eensgezins- en die meergezinswoningen hebben gewoon te maken met zeg maar het verliesoppervlak. Hè. Je kunt je wel voorstellen dat als je een galerijflat hebt met zeg maar onder, bovenburen en zijburen, dat dat toch iets anders in elkaar zit, omdat je dan het effect is wat anders, omdat die ruimtes wel mogelijk of niet mogelijk zijn verwarmd van je buurman. En je dus toch tot een andere warmtevraag komt. En bij de onderscheid tussen 1945 tot en met 1945 en daarna heeft ermee te maken dat er woningen in Nederland zijn gebouwd voor 1945 die geen spouw hebben die geïsoleerd kan worden. Dat hoeft dus niet zo voor alle woningen te zijn die voor 1945 zijn gebouwd, maar sommige hebben geen spouw. En een van de criteria, en daar kom ik zo op, was om toch, het zijn ingrijpende maatregelen om de standaard te bereiken, maar je wil ze eigenlijk zoveel mogelijk beperken om mensen toch te verleiden om naar die standaard te gaan isoleren. En op het moment dat je dan inderdaad gaat verplichten, zeker in, die woningen staan vaak in allerlei binnensteden, om de rooilijn bijvoorbeeld te verplaatsen of aan de binnenzijde van de woning, in soms toch al kleine woningen te gaan isoleren, vond de meeste leden van de begeleidingscommissie een te vergaand uitgangspunt voor de standaard. En dit is de standaard. En hij staat inderdaad niet in de Kamerbrief. Dat klopt. Heel veel gesprekken over gevoerd of hij er nou wel of niet in moest. Maar wat u zich misschien kunt voorstellen, het is natuurlijk toch een vrij technisch verhaal. Hè? En eigenlijk hebben we geprobeerd om het gesprek, heeft de minister geprobeerd om met name de Kamer mee te nemen in de uitgangspunten. Waaruit eigenlijk, als je voor die uitgangspunten kiest, deze standaarden volgen. En wat zijn die belangrijke uitgangspunten dan? Nou, ik noemde er al één. We hebben als belangrijk uitgangspunt gekozen dat de maatregelen binnen de bestaande bouwkundige constructie kunnen worden getroffen. En dat je dus het bouwkundig ingrijpen zoveel mogelijk beperkt. Dat je dan wel die ruimte binnen die constructie maximaal benut om te isoleren. Hè. Dat zou natuurlijk toch een beetje zonde zijn als je minder isoleert dan mogelijk is. Want ja, die extra dikke plaat isolatie, dat zit hem niet in het materiaal, de kosten, maar de kosten zitten vaak in het aanbrengen van die isolatie. We hebben gezegd van, het is toch ook logisch om aan te sluiten bij iets wat eigenlijk kwalitatief hoogwaardig wordt toegepast. En dat zijn vooral maatregelen die bij woningrenovaties van corporaties worden toegepast. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat als je je woning hebt geïsoleerd, je toch nog van alles aan je warmteafgiftesystemen moet doen. En tenslotte toekomstvast. Hè? Dus we hebben geprobeerd om met name voor de meeste woningen die na 1945 zijn gebouwd, hè, dat is de grootste groep woningen, dat is wat ik met meeste wil zeggen, om te zorgen dat je die op 50 graden kunt aansluiten. Want dan ben je dus flexibeler in het verduurzamen van je bronnen. En daarmee maak je dat dus een toekomstvaste standaard van. Dan is het denk ik even, voordat ik verder ga, even belangrijk om even de driehoek uit te leggen tussen aanbodtemperatuur van de ruimteverwarming. Dus wat komt er aan warmte de woning binnen? De standaard, dus dat is de isolatiegraad zeg maar, van de woning. En het opgestelde verwarmingsvermogen. Want
Daar zit natuurlijk een relatie tussen. En daarbij is het dus dan van belang om onderscheid te maken tussen het warm krijgen van de woning en het comfortabel krijgen van de woning. Dat was ook een inzicht die op een gegeven moment bij de begeleidingscommissie met dank aan Harm en André is geland. Want kijk, als je een woning warm krijgt, wil dat niet zeggen dat je hem comfortabel krijgt. Want het comfortabel zijn van de woning hangt veel meer samen met wat heb je dan aan warmteafgifte systemen opgesteld. Wat voor type, hè? Waar staan ze dan? En de kenmerken van de woning. Als je bijvoorbeeld heel veel glas hebt, dan kan je misschien wel de woning warm krijgen. Maar dan kan het natuurlijk wel zo zijn dat als gevolg van die koude val van dat glas niet comfortabel is. Als je dat niet compenseert met iets van warmteafgiftesysteem. Daar moeten we onderscheid tussen maken. En wat natuurlijk zo is, is wat één groot vraagteken is in Nederland, is wat er precies aan warmteafgiftesystemen in woningen zijn opgesteld. Daar is nog heel weinig data eigenlijk van bekend. Dus in dit onderzoek hebben we dus op een gegeven moment gekeken naar, in het onderzoek van Niemann hebben we op een gegeven moment gekeken naar, oké, als je dan die verschillende maatregelpakketten hebt, en je gaat dan uit van een bepaald opgesteld vermogen aan radiatoren in die woning, en je gaat dan confronteren met een aanbodtemperatuur van zeg maar zeer laag 30 graden, of van 50 graden, of van 70 graden, of van 90 graden. Wat betekent dat dan voor die opgestelde afgiftecapaciteit? Moet je dan heel veel radiatoren van 22 erbij plussen? Of kunnen er dan op een gegeven moment zelfs wel radiatoren weg? En toen bleek dat als we dan zeg maar met een bepaald isolatieniveau, wat we dus binnen de constructie konden realiseren, en aansluiten op 50 graden, dat je dan eigenlijk heel vaak goed zit. En op het moment, en toen hebben we eigenlijk een discussie gevoerd waarbij we gezegd hebben, nou dan moeten we eigenlijk die 50 graden als uitgangspunt nemen, want op het moment dat je toch naar 30 graden gaat, ja, dan zul je toch ook al iets aan je warmteafgiftesysteem moeten doen, omdat je de huidige radiatoren daar natuurlijk niet geschikt voor zijn. Dan zul je andere warmteafgiftesystemen moeten hebben en over moeten gaan bijvoorbeeld tot vloerverwarming en grotere oppervlaktes waarin die warmte dan verspreid kan worden. Ik ga even checken bij André, want het is altijd een technisch onderdeel. André, zeg ik het zo goed of kun je mij nog aanvullen? Ja, nee, je zegt het hartstikke goed, Katja. Wat je inderdaad ziet, hè, door het isoleren van de woning, zie je dat het temperatuurtraject van de toevoer verlaagd kan worden. En nou, waar we naar gekeken hebben is van ja, hoe ver moet je isoleren en hoe ver kun je dan vervolgens de aanvoertemperatuur voor de ruimteverwarming naar beneden toe bijstellen. Waarbij je dus nog steeds wel je woning gewoon warm krijgt. Ja. Oké. Nou, en dus hebben we dus dat onderscheid tussen vooroorlogs en naoorlogs gedaan, omdat je dus die spouw niet kunt isoleren, want er is bij de meeste vooroorlogse woningen is geen spouw of geen spouw die voldoende breed genoeg is om hem te isoleren. En dus is een van de inzichten, hè, als je vooroorlogse woning hebt en je gaat die de gevel dus niet isoleren, dan is die woning niet geschikt om aan te sluiten op 70 graden. Op 50 graden, sorry, ik zeg het net andersom. En want als je dat dan toch wil, dan moet je toch eens kijken of je dan toch niet wel iets met die gevel kunt doen, dat je hem toch kan isoleren, of je moet zorgen dat je die 50 graden opwaardeert naar 70 graden. Dan heb je natuurlijk ook geen probleem. Maar voor alle naoorlogse woningen is de standaard, geeft die dus aan wanneer die woning aardgasvrij ready is. En belangrijk van dit plaatje is dat die warmte, het gaat dus inderdaad, de standaard gaat dus over de warmtevraag. En die houdt dus geen rekening, want dat weten we dan immers niet, of er inderdaad wat voor temperatuurtraject er komt. Hè. De standaard is in eerste instantie ook ontwikkeld voor al die woningen die nog niet in de wijkaanpak zitten en waarbij mensen nu wel voor de keuze staan en de afweging staan van goh, oké, ik moet iets aan mijn onderhoud gaan doen of ik moet iets gaan verbouwen. En welke maatregelen moet ik dan treffen om voorbereid te zijn op een aardgasvrije toekomst? Daar is die standaard in eerste instantie voor bedoeld. Noemde ik al de aanscherping als gevolg van de botsproeven. Een van de inzichten die zeg maar ontstond was, en dit is een beetje een technisch plaatje, hè, want je ziet daar een grote puntenwolk. Nou, in die puntenwolk zijn alle woningen eigenlijk het resultaat van de nette warmtevraag van alle woningen die doorgerekend zijn met de NTA 8800 met een standaardpakket dat zeg maar tot
met een pakket wat tot de standaard leidt. En op een gegeven moment stonden we als begeleiderscommissie voor de vraag dan, waar gaan we dan de standaard leggen? En dan zie je een blauwe lijn op de grafiek. En die lijn kan je natuurlijk dan aan de bovenkant van de puntenwolk zetten. Of je kunt hem door de puntenwolk heen trekken. Of je kunt hem aan de onderzijde van de puntenwolk leggen. En we hadden hem bij de botsproeven door het midden van de puntenwolk gelegd. Met als gevolg dat heel veel woningen, als ze naar de standaard hadden geïsoleerd, toch nog behoorlijke ingrepen aan hun warmteafgiftesysteem moesten doen. En daarom heeft de begeleidingscommissie op een gegeven moment geadviseerd, een deel van de begeleidingscommissie, om toch die lijn aan de meer op de, zeg maar, vlak tegen de onderkant aan te leggen van die puntenwolk. En daarbij heeft Niemann de inschatting gedaan dat dus dan nog maar 5% van de woningen waarschijnlijk toch nog wel iets aan zijn ingrijpende aanpassing aan zijn warmteafgiftesysteem moet voldoen. Ik ga ook bij dit plaatje even vragen of André mij nog wil aanvullen. André? Ja, nee, wat je zegt is goed. Misschien nog even in aanvulling op het plaatje. He, wat je ziet is op de verticale as de netto warmtevraag en op de horizontale as de compactheid van de woning. En daarin zijn de punten inderdaad alle woningen die er doorgerekend zijn. En je ziet ook dat die woningen dus met een en hetzelfde maatregelenpakket zijn uitgevoerd. Hè. Dus er is fictief een bepaald maatregelenpakket geprojecteerd op die woningen. En dan zie je dus dat er een mooie correlatie is tussen de compactheid en de netto warmtebehoefte. Maar er zit natuurlijk wel iets van een spreiding in. En daarmee maak je ook duidelijk dat elke woning uniek is en dat het uiteindelijk gaat om, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de som van de maatregelen leidt tot een bepaalde netto warmtebehoefte die voor de verschillende woningen net wat anders uit kan komen. Hè? Dus dat is in feite de breedte van de puntenwolk waar je dan naar kunt gaan kijken. Misschien dat ook nog eventjes, André is ook wel aardig. Kijk, dit plaatje geeft ook een beetje een beeld van, dat zijn die kruisjes die je in het plaatje ziet. We hebben voor een aantal woningen laten zien wat dat dan betekent. Hè? Dus we hebben een aantal woningen, een tussenwoning gaat het hier over met een bepaalde verlies gebruiksoppervlak. Hebben we in beeld gebracht wat nu de netto warmtevraag is. Woningen die in een bepaald bouwjaar zijn gebouwd. En wat die dus straks wordt voor die woning. En dat zijn die kruisjes die je in het grafiekje ziet staan. Okay. Ja, misschien nog even in aanvulling. Hè. De netto warmtevraag. Hè. Dus de standaard, dat is uiteindelijk één waarde op woningniveau. Hè. Dus een kenmerk op woningniveau. En die wordt beïnvloed door de componenten. Hè. Ik zag net ook een vraag van, goh, wordt triple glas nou verplicht? Nou, uiteindelijk is dat een van de componenten die leidt tot de netto warmtevraag van de woning. En in die variantenstudie die je ook benoemde, hebben we inderdaad gekeken van, ja, maar wat als we nou meer nadruk leggen op de beglazing en wat minder op het isoleren van de dichte delen? Is dat een route die dan interessant is? Hè? Of laten we nou eens wat meer kijken naar het ventilatiesysteem en wat minder naar de beglazing? Hè? Er zijn met andere woorden meerdere wegen naar Rome en naar de standaard die gevraagd wordt. Mag ik nog een paar vragen stellen? Want we hebben het nu over die puntenwolk en er wordt ook gevraagd welke type woningen zijn doorgerekend? Ook vrijstaande woningen in het buitengebied. Ja, dus de woningen uit de woondatabase die zijn doorgerekend. Dat zijn meer dan 5000 woningen en daar zitten alle type woningen in die je in Nederland tegen kunt komen. Dus dat is een representatieve steekproef. Dus daar zitten inderdaad ook vrijstaande woningen bij. Kijk, het buitengebied is in die zin niet zo heel niet iets wat naar voren komt in de rekenmethodiek. Hè? Of die nou in de stad staat, die vrijstaande woning, of in het buitengebied. We hebben één klimaat in de bepalingsmethode. Maar de geometrie van de woning, dat is iets wat dus wel relevant is. En dat is ook iets wat meegenomen wordt in die analyses. Oké, en ik zag ook nog in de chat een vraag van, ja, maar waarom, hè, waarom is het nou nodig om woningen te gaan isoleren naar de standaard naoorlogse woningen, als het toch 70 graden wordt aangeboden?
En kijk, die standaard die borduurt als het ware voort op zaken die nu hoogwaardig kwalitatieve maatregelen bij woningcorporaties. En dan is dus eigenlijk de vraag, wat zou je nou doen, hè? Als je zelf bij je eigen huis, je hebt nog enkel glas, dan ga je er dan nog enkel glas in zetten? Of ga je er dan meteen HR++ glas in zetten? Hè? Dus met andere woorden, er zit ook al het borduurt als het ware voort ook op, het pad, het natuurlijke pad wat er eigenlijk nu al gebeurt. Alleen wel een stukje ambitieuzer, omdat om die standaard te behalen je wel al die maatregelen op een gegeven moment moet nemen. Ga ik door naar de volgende. Mag ik een vraag stellen? Want er wordt een vraag gesteld over de richtingscoëfficiënt van de groene lijn. Dat die anders lijkt dan de gemiddelde lijn of de beste lijn door de puntenwolk. Nou ja, die wordt, als het goed is, is die inderdaad, die is gewogen op basis van alle punten die daarin zitten. En we hebben een kleine correctie gedaan, omdat we anders heel veel getallen achter de komma zouden hebben. Dus daar hebben we op een gegeven moment vereenvoudiging in doorgevoerd. Maar de richtingscoëfficiënt van die lijn die volgt uit de doorrekening van de punten. Waarbij we vier clusters hebben gemaakt. En dat zijn de vier clusters. Meergezinswoningen, eengezinswoningen en de splitsing in de bouwjaarcategorieën. Dankjewel. Oké, dan ga ik even door. Dan, hoe kun je de standaard bereiken? Dat is eigenlijk het volgende blokje. Belangrijk is om te realiseren, hè, dat was ook een van de vragen in de poll, van geeft die nou de standaard de isolatiewaarde per bouwdelen aan? Eigenlijk doet de standaard dus niet, want je kunt namelijk die standaard bereiken met verschillende maatregelpakketten. Het idee is dus dat je rekening kunt houden in een woning met gewoon termijnen dat op een gegeven moment iets vervangen moet worden. Dus als jij net het verkeerde glas erin gezet hebt een paar jaar geleden, je bent overgestapt op dubbel glas, dan ga je en je wilt toch iets aan je isolatie doen. Dan ga je te kijken naar maatregelen in die woning die je misschien dan beter kunt aanpakken om geen kapitaalvernietiging te hebben. Dus je kunt aan die standaard voldoen met verschillende maatregelpakketten. En met name bij, denk ik, individuele gebouweigenaren kan dat dus heel erg lonen. Omdat je, als je dat dus op een slimme manier doet, dat vaak goedkoper kan zijn dan als je ieder bouwdeel naar een minimaal niveau aanpakt. Dus het loont echt de moeite om daar zorgvuldig naar te kijken. En dit zijn dan nog even het verschil tussen, want ja, de begeleidingscommissie heette de standaard en streefwaarde. En voor de goede oplettende luisteraar, ik heb het alleen nog maar over de standaard voor woningisolatie gehad. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat het een vraag is, wat is er met de streefwaarde gebeurd? Nou, die hebben we wel degelijk nog, streefwaarde. Maar die streefwaarden die zijn vooral bedoeld op het moment dat je een enkel bouwdeel toekomstvast wil isoleren. Dus stel dat je zegt, nou, ik wil echt nooit meer bij die kozijnen terug hoeven te komen, ook niet in de verre toekomst, dan kun je ervoor kiezen om de triple glas in te zetten en je kozijn te vervangen. Maar als je al die streefwaarden realiseert, zoals we ze hebben geformuleerd, zoals niemand ze heeft geformuleerd in het rapport, dan is het zo dat je de standaard echt ruimschoots bereikt. Dus dan schiet je echt, dan heb je veel lagere warmtevraag dan je met dan de standaard eigenlijk vereist. En stel dat je nu wel zegt van, nou, ik wil wel elk bouwdeel aanpassen. Wat zijn dan de minimale waardes die opgeteld tot de standaard leiden? Nou, dat is dus, dat zie je dan in het middelste kolommetje. En dan zie je dus ook heel mooi nu de verschillen tussen die twee kolommen. Dat is mooi. Misschien ook een mooi moment om even vragen te stellen die eerder is gesteld voor een vraag van André. En die ging over wat verhouding tussen streefwaarden en de eisen uit het bouwbesluit 2012 voor bestaande verbouw- en nieuwbouweisen. Ja, hier zie je dat inderdaad heel duidelijk. Hè? Die streefwaarden gaan echt een stukje verder dan de minimale waarden uit het bouwbesluit. En dat geldt ook voor de minimale waarden die opgeteld tot de standaard leiden. Hè? Dus die kolom die gaat ook een stukje verder dan de minimale waarden uit het bouwbesluit bij verbouw. He, dus daar zie je dus dat die ondergrens die hier in het, voor verbouw in het bouwbesluit staat, dat die lager ligt dan het niveau van de standaard. Ja, en misschien nog aanvullend dat dus sommige streefwaarden ook verder gaan dan de nieuwbouweisen voor bouwdelen. Dat is omgekeerd ook het geval. Hè? Ja. Want
Dat is natuurlijk een beetje, kijk, het bouwbesluit gaat steeds over van minimaal. En het bouwbesluit gaat niet over maximaal. Dus je mag altijd ook bij nieuwbouw natuurlijk verder isoleren dan je strikt genomen wettelijk vereist is. Dat is natuurlijk niet verboden. En vandaar dat het ook een streefwaarde heet. Ja. Oké. Dan hebben we een polvraag. Dit is gewoon pure nieuwsgierigheid. De meeste van ons zijn misschien ook woningbezitters. Of misschien kunt u zich daarin verplaatsen. Maar stel dat je nou de kozijnen van je woning aan een vervanging doet. Wat zou u nu zelf doen? Waar gaat u voor? Nou, dat is wel heel... Oh, kijk. De eerste is ik ga even na hoe ik de standaard kan bereiken. En vervolgens ga ik kijken of ik het beste haar plusplusglas of trippelglas kan plaatsen. Ik ga ik vervang mijn kozijnen en ik stop er haar plusplusglas in. Of ik vervang mijn kozijnen en stop er trippelglas in. Dat zijn de drie smaken. Nou, en ik zie, het lijkt alsof inderdaad de meesten van u toch wel een beetje overtuigd zijn dat het misschien toch wel verstandig is om even zorgvuldig naar uw woning te kijken. Op welke manier u de standaard kunt bereiken. En daarvan af te laten hangen of er haar plusplusglas of trippelglas in gaat. Dat is, dat ben ik wel. Het is jammer dat u er niet live bij bent, want dan zou ik wel iemand willen vragen van waarom dan. Maar dat kan helaas lastig met zo'n webinar. Goed, ga ik naar de volgende sheet. Er zijn dus drie manieren, dat leiden die vraag eigenlijk als het ware in. Ieder bouwdeel naar de minimale waarde isoleren. Maar dan moet je wel realiseren dat je alles moet aanpakken om die standaard te behalen. En in sommige gevallen zul je dus toch nog wel iets ingrijpends aan je warmteafgifte moeten doen. 5% van de gevallen schat niemand grof in. Je kunt ook ieder bouwdeel naar de streefwaarde isoleren. Maar dan schiet je er echt overheen. Hè? Is niet erg. Heb je ook natuurlijk een veel lagere energierekening. Ben je minder afhankelijk. Ook voordelen. Of je kunt inderdaad kijken op een maatwerkadvies. Kijken op welke wijze je het beste kan worden bereikt. En dan kan je natuurlijk ook heel mooie stappen inbouwen. Want stel nu dat u als gemeente eigenlijk... in stappen wilt naar 2050 toe met het verduurzamen van de bronnen en de tussenstap is die 70 graden, dan kan in zo'n maatwerkadvies natuurlijk daar ook rekening mee gehouden worden. Dus dat je dan in stappen als het ware naar die standaard isoleert. Maar bovendien kunt u met de wensen van de gebouweigenaar, misschien wil die nog wel verbouwen, want komt een kindje bij, de zolderkamer moet ook bewoonbaar zijn. Dus dan kan je natuurlijk heel mooi op dat soort plannen aansluiten. Hoe verhoudt de standaard zich tot het energielabel en is die verplicht? Nou, ik had al iets gezegd over die verplichting. De minister heeft gezegd, ik laat dat echt aan een volgend kabinet, uitwerken van die verplichting voor verhuurders in de regelgeving. Maar ook in het klimaatakkoord staat dat vooralsnog is die niet verplicht voor eigenaar-bewoners. En die hele discussie heeft de minister ook van gezegd, dat laat ik ook aan een volgende kabinet. We willen hem wel heel goed neerzetten als een referentie voor 2050 en hem de komende jaren in allerlei beleidsinstrumenten laten doorwerken, zoals het energielabel. We verwachten dat we na augustus de standaard ook op het energielabel kunnen vermelden. En belangrijk is dus dat die standaard en dat energielabel, die relatie is niet eenduidig van de labelletter en het getalletje. Ze worden wel allebei met de NTA 8800 bepaald. Maar de standaard gaat over de nette warmtevraag. En voor degene die er echt goed in zit, dat is niet hetzelfde als BEN 1. Want BEN 1 gaat over de warmte en de koudbehoefte. En de standaard gaat alleen over de warmtebehoefte. De letterlabel, dat is een verplichting vanuit Europa. En die moet bepaald worden op basis van BEN 2. En dat is het fossiele energiegebruik. En daarbij hou je dus rekening bijvoorbeeld met eventuele PV-panelen. Dus hier zie je dus ook dat je dat niet eenduidig met elkaar kunt vergelijken. Dus het is ook lastig om te zeggen van hoe komt die standaard nou overeen met labelletters. En niemand heeft wel gepoogd om daar toch een soort inzicht in te geven. En wij denken dus dat die woning die voldoet aan de voorlogse standaard vergelijkbaar is met een label D-woning.
met een HR-plusketel en GPV-panelen. Dat is die schillabel D die in de startanalyse wordt genoemd. En dat een woning die voldoet aan de naoorlogse standaard vergelijkbaar is met een label AB. En ook weer zonder PV-panelen en met een HR-ketel. Ik ga even naar anderen kijken. Wil je hier nog iets op aanvullen? Ja, zeker. Want het is heel lastig om deze relatie te leggen. Hè? Omdat de nette warmtebehoefte dus bepaald wordt door een aantal parameters. En het energielabel in aanvulling daarop nog beïnvloed kan worden door PV-panelen, type warmteopwekker, warmtapwater. Dat zijn allemaal dingen die op het energielabel invloed hebben. Dus die relatie is in die zin dan dus wat lastiger te leggen. Maar als je een beetje door je oogharen kijkt, dan kom je inderdaad hierop uit. Nog even een kleine aanvulling op de vorige dia, want je had het over het verschil tussen de warmtebehoefte en de Beng 1. En je vertelde inderdaad terecht dat warmte en koude in de Beng 1 wordt meegenomen. Een ander verschil is dat er bij de Beng 1 ook gerekend wordt met een vast ventilatiesysteem. En dat is bij de netto warmtebehoefte niet het geval. Hè? Want daar zagen we ook eerder dat het ventilatiesysteem invloed heeft op de hoogte van de netto warmtebehoefte. En even een vraag over energielabel en standaard. Want de standaard komt op het energielabel. Maar wat krijgt degene die een energielabel krijgt nou precies te zien? Ja, maar dat is heel lastig om dat in dit webinar in woorden te gaan vertellen. Ik heb het natuurlijk wel gezien. Hij krijgt niet alleen het getalletje te zien, maar ook in hoeverre zijn woning al aan de standaard wel of niet voldoet. Dus er komt een soort groen vinkje op te staan. En er wordt ook uitgelegd wat die standaard nu precies is. En wat je er wel, dus met andere woorden, wat wel de gevolgen ervan zijn en wat er niet de gevolgen ervan zijn. Dus hoe je hem precies moet interpreteren. Maar goed, ik denk dat het lastig is om mij in beschrijvende zin te vertellen hoe het energielabel eruit ziet. Wat kan of moet ik met de standaard in de wijk aanpakken? Dat was volgens mij ook een vraag die ook eerder voorbij kwam. Als je gaat naar... een van de conclusies is, als je dus vooroorlogse woningen naar die standaard laat voldoen, als die daaraan voldoen, dan, en je wil ze toch op die 50 graden aansluiten, dan moet of de gevel worden geïsoleerd of 50 moet naar 70 worden opgewaardeerd. Wat natuurlijk belangrijk is dat je voorkomt dat er desinvesteringen, en ik zeg dan door communicatie, bij die wijkaanpak plaatsvinden, omdat toch de bedoeling is dat in 2050 die standaard voor de Nederlandse woningvoorraad wordt gerealiseerd. En tussen nu en 2050 zit ongeveer voor ieder bouwdeel een moment waarop er iets aan moet gaan gebeuren. En het zou toch jammer zijn als nou net het verkeerde aan dat bouwdeel gebeurt. Dus ik denk dat we daar met z'n allen heel goed over moeten communiceren. En als je dus bij de wijkaanpak, dat was ook een vraag die langskwam, een hogere temperatuur dan 50 graden wordt aangeboden, dan is het dus niet direct nodig om die naoorlogse woningen met standaard te isoleren. En kan je dus, en dat is prettig voor die woningeigenaar, op natuurlijke momenten, dus op momenten dat onderhoud of verbouwing zich voordoet, maatregelen nemen op weg naar om die standaard in 2050 wel te behalen. Dus dan, en maatregelen op natuurlijke momenten, heeft het kost- en batenonderzoek ook uitgewezen, zijn een stuk goedkoper dan als je het op een zelfstandig moment moet doen. Dan heb je echt veel meer bijkomende kosten te maken. Je maakt nu even de referentie naar kosten. Ja. In de begeleidingscommissie is daar natuurlijk veel over gesproken en er kwam ook een vraag over binnen. Hoe is daar rekening mee gehouden met het vaststellen van de standaard, met de kostencomponent? Ja, maar hoe met de kostencomponent is rekening gehouden is, kijk, we hebben natuurlijk de kosten en baten inzichtelijk gemaakt. Hè? En wat het voor iedere woning exact gaat kosten om naar de standaard te isoleren, dan zou je dus voor iedere woning, voor 7 miljoen woningen, eigenlijk dat moeten gaan kijken wat de slimste manier is om naar die standaard te gaan. En wat we hebben gedaan is dat we hebben gezien dat dat pakket 4, dat ambitieuze pakket waarbij je eigenlijk aan de buitenzijde van de woning een schilder overheen zet in de meeste gevallen, dat echt fors hoger is dan de andere niveaus waarvan niemand de netto warmtevraag heeft ingezet. En ja, dan vonden we en kosten, maar ook de ingrijpendheid van die maatregel, op die manier hebben we eigenlijk een soort weging gemaakt van, nou ja, dan
vonden wij dat niet echt heel erg realistisch om die standaard op die manier vast te stellen. Dus ze hebben wel een rol gespeeld, maar kosten zijn natuurlijk ook heel erg marktafhankelijk. Hè? Als je krapte op de markt hebt, uitvoeringsmarkt, dan kijk je tegen andere kosten aan dan als je bijna geen mensen kunt vinden om je ramen te vervangen. Nee, precies. Dus er was wel een vraag over de aanbodmarkt ook. In hoeverre is de aanbodmarkt geëquipeerd om de standaard uit te voeren, was de vraag. Ja, dat is een geweten. Ik zit natuurlijk niet in, dat zouden de markt moeten vragen. Maar ja, ik denk dat we de komende jaren goed moeten gaan communiceren over die standaard. En omdat natuurlijk al die branches ook hebben meegedacht in die standaard, gaan we natuurlijk ook proberen om via die kanalen, onder andere via die kanalen, ook natuurlijk proberen om iedereen up and running te krijgen als het gaat over de standaard. En goed te begrijpen wat dat nou is. Ja, oké. Okay. Dan is natuurlijk, ik legde al uit van die standaard is natuurlijk, was vooral ook bedoeld van, ja, er zijn natuurlijk heel veel woningen straks ook als jullie transitievisies warmtes te zijn, waarvan gezegd wordt, nou, dat is niet de eerste 10 jaar aan de orde, maar daarna. Ja, en die mensen zitten natuurlijk toch gewoon met de vraag van, ja, en dan? Wat moet ik dan? Wat moet ik dan nemen? Ik kreeg nog een hele mooie brief van een meneer uit Eems, die woonde in Delfzijl. Ik weet even de gemeente niet meer, want dat is een nieuwe naam. En die vertelde dat hij alles aan zijn woning had gedaan. En het enige wat nu nog resteerde was het spouw afbreken. En het dak eraf en vervangen. En die vroeg zich ook af, ja, maar hoe moet ik dan toch van het gas af? En in sommige gevallen, als je dan inderdaad al het mogelijke om natuurlijke momenten aan je woning hebt gedaan, is het gewoon verstandig om even te wachten waar de gemeente mee komt. En dan verder plan te trekken. Dus dat kan ook in sommige gevallen gewoon het antwoord zijn. Maar in ieder geval een handelingsperspectief, hè, dat doet standaard bieden in de wijkaanpak, in de transitievisie warmte of in het individuele traject. Maar ook die duidelijkheid waar de bouw en installatie en de advieswereld op zit te wachten. En het is dus denk ik voor ons allen belangrijk dat we nu ook eenduidig daarover vanuit gemeenten, energieloketten, verbeterjehuis.nl, consumentenorganisaties en makelaars daarover gaan communiceren. Nou, dan ben ik aan het einde van mijn presentatie gekomen. Ik kijk even naar Niels, zijn er nog vragen? Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Even naar de, ik noem het even de 50 graden vragen. Daar waren best wel wat vragen over de, rondom de 50 graden. Ga ik even zoeken. Welke mate van isolatie is nodig voor toepassing van de hybride warmtepomp? 50 graden stooktemperatuur voor vrijstaande woningen met een matige isolatie. Dat is meer een vraag voor André. Hoe kan je die straks bepalen? Nou ja, uiteindelijk hebben we inderdaad gezegd dat die 50 graden die moeten te behalen zijn voor de naoorlogse woningen. Met, op het moment dat je aan het, op het niveau van de standaard zit. Hè. Dus dan heb je in feite de maatregelen die nodig zijn, hè, om daar invulling aan te kunnen geven. Wat Katja ook aangaf, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de wisselwerking tussen wat is er qua opgesteld vermogen in de woning aanwezig en hoe goed heb je je woning geïsoleerd. En daar moet dan dat temperatuurniveau voor je ruimteverwarming worden aangepast. En de standaard, dus onafhankelijk is in feite dus het niveau staat los van het type opwekker, maar gaat vooral over het temperatuurtraject van de ruimteverwarming. Ja, misschien mag ik dat nog aanvullen. Kijk, het kenmerk van een hybride warmtepomp is natuurlijk dat hij over kan schakelen op gas. Als het dus nodig is, dus als die woning niet warm wordt. Dus dit wordt op een gegeven moment ook meer een financiële afweging. Van als hij natuurlijk te vroeg al op gas moet overschakelen, dan verdien je hem gewoon bijna niet terug. Dus dat is denk ik wat je moet gaan afwegen. Van is dan de investering in die warmtepomp zinnig? Maar wij denken dat in heel veel van de gevallen dat een hele mooie tussenstap kan zijn op weg naar aardgasvrij in 2050. En nog een 50 graden vraag. Maakt dat de standaard, maakt dat de woning geschikt voor LT-verwarming, laagtemperatuurverwarming? Ja, LT-verwarming is altijd een beetje gevaarlijk, want daar hebben we het in de begeleidingscommissie ook over gehad, wat we daar nou onder verstaan. Hè? Want 50 graden is in dat traject als LT-verwarming aangemerkt. Als je nog lager gaat dan dat, toevoertemperatuur van 35 graden bijvoorbeeld,
ja, dan zie je dat je echt fors meer aandacht moet gaan besteden aan de warmteafgifte lichamen en het vermogen daarvan. En dan zie je dat je dus op het moment dat je op het niveau van de standaard bent, en je wilt daar een toevoertemperatuur van, laten we zeggen die 35 graden, dat je dan echt nog wel fors moet gaan kijken naar het vermogen van je radiatoren of je vloervorming. En hoe zit dat als er sprake is van hete luchtverwarming? Dat was ook nog een vraag. Die kan sowieso natuurlijk in de basis al niet zo heel erg warm zijn, want anders heb je een föhn door je huis heen. Dat is inderdaad wel een ander verhaal, omdat die temperatuur, de toevoertemperatuur bij luchtverwarming sowieso al een stuk lager is. Dus dat maakt het eigenlijk misschien al wel een stukje makkelijker. Oké, dankjewel. Ik zie ook nog een vraag over veel oude huizen ventileren door kieren. Hoeveel ventilatie moet je toevoegen door kierdichting? En moet daarom ventilatie als kierdichting een maatregelpakket worden gezien? Nou, André, die is volgens mij jou op lijf geschreven. Kun je nog eens even uitleggen over kierdichting en ventilatie en wat we hebben ontdekt? Ja, nou, het zijn dus inderdaad wel twee zaken die beide met lucht te maken hebben, maar je moet ze toch wel echt scheiden van elkaar. Kierdichten, dan heb je het over infiltratie en het ongewenste binnentreden van lucht. Krijg je heel snel het risico op discomfort, tochtklachten. Dus dat wil je zoveel mogelijk voorkomen, vandaar de kieren en de nadenjacht. Maar dat neemt niet weg dat je verse lucht natuurlijk nodig hebt voor een gezond binnenklimaat. En daarvoor is die ventilatie ook zo van belang. En dus een goede toevoer en een goede afvoer om ervoor te zorgen dat je verse lucht hebt en een gezond binnenklimaat. Dus die twee los van elkaar zien is belangrijk, maar op het moment dat je uitsluitend gaat voor de kierenjacht, dan doe je jezelf tekort, hè, want dan zorg je ervoor dat het risico op een ongezonde woning ontstaat. Doordat je gewoon te weinig verse lucht je woning in krijgt. Het hangt ook samen met de eerdere vraag die ik zag, hè, koude bruggen. Hè, dat speelt natuurlijk in die zin dan ook een rol, hè, waarbij je gewoon, als je maatregelen gaat treffen, dat soort zaken ook gewoon goed scherp moet krijgen. Van ja, goh, hoe zorg ik er nou voor dat ik een energiezuinige woning heb, maar tegelijkertijd ook een woning die comfortabel en gezond is? En ik zal nog een vraag binnenkomen over PBL, de startanalyse, en hoe dat zich verhoudt tot de standaard. Dat heb ik natuurlijk uitgebreid al gesproken, dus ja. Kijk even naar die. In die startanalyse gaat het natuurlijk over de nationale kosten. Dus bij welke strategie zijn de nationale kosten zo laag mogelijk? En er zijn een aantal strategieën ontwikkeld. Waar we in ieder geval voor gezorgd hebben, is dat die, ik legde al uit dat die schillabels A, D en B, waarmee gerekend is in de startanalyse, dat die ongeveer overeenkomen met de standaard zoals wij ze nu bij standaard en streefwaarden hebben ontwikkeld. De startanalyse geeft vooral een inzicht in bij welke strategie de laagste nationale kosten optreden. En ik zag ook nog een vraag in de chat voorbij komen van ja, maar waarom dan toch naar die standaard isoleren? Nou, dat heeft heel erg te maken met het begin van mijn verhaal van wat willen we eigenlijk met die standaard bereiken? En wat willen we door die standaard beperken? Dat zijn eigenlijk de argumenten waarom we toch ook bij hoge temperatuur er toch naar gaan streven dat de woningvoorraad in 2050 aan die standaard voldoet. Nog een vraag van Friso die ik net binnen zie komen. Is het onze visie dat woningen in 2050 naar 50 graden, op 50 graden aanvoertemperatuur zullen zitten? Ook daar waar nu 70 graden beschikbaar is? Nee, onze visie is dat we in 2050 aardgasvrije woningen hebben die naar de standaard zijn geïsoleerd. En de standaard voor de vooroorlogse woningen is vanwege de bouwkundige kenmerken van de woning en het ontbreken van een spouw die geïsoleerd kan worden, ligt die dus minder ambitieus dan de standaard voor naoorlogse woningen. Die naoorlogse woningen, die zou je met die standaard op die 50 graden moeten kunnen aansluiten. Dat is het verhaal. En nog een vraag van Arjen. Past het toepassen van de standaard binnen Europese regelgeving? Dat is een hele brede vraag. Want ja. De Europese regelgeving is heel breed.
Maar de connectie met de BEMA wel gemaakt. Die heb je al uitgelegd. Ja, nou ja, deze standaard gaat natuurlijk vooral over bestaande woningen. En ik zou niet zien waar die knelt met de Europese regelgeving. Maar als iemand wel een knelpunt ziet, dan hoor ik het ook graag. Want dan ga ik er nog eens even naar kijken. Maar ik zou het niet weten. Nee. Misschien weten we op 14 juli komt de Europese Unie, of de Europese Commissie moet ik zeggen, met Fit for 55. Misschien staat daar iets in over bestaande woningen. Maar dat weten we nog niet. Nee. Dus dat is wel even afwachten. Dat moeten we zien, ja. Ik zie dat we bijna uit de tijd zijn, dan wil ik graag nog een vraag stellen. Is er een datum bekend waarop toepassing van de standaard verplicht wordt gemaakt in Nederland? Nou, dat ligt dus aan het volgende kabinet. En heeft Hollande nog aangegeven wat zij mogelijk als vereiste daarvoor ziet? Dat de branche klaar is? Of dat, nee, zo hebben we daar niet over gesproken. Niet dat ik op dit moment weet. Nee. Nou, dan zou ik graag... Ik zie geen nieuwe vragen meer binnenkomen. Wil ik André bedanken vanuit thuis. Katja bedanken voor hier. En uiteraard de kijkers die allemaal hebben deelgenomen. Het webinar zal worden toegezonden aan de deelnemers. En de vragen die we niet beantwoord hebben, ook de vragen die we wel beantwoord hebben, zullen we allemaal beantwoorden en ook naar jullie toezenden. Bedankt voor jullie deelname en wellicht tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Tot ziens.